Ja. Dames en heren, goedenavond. U kunt misschien voor uw televisie zitten of u zit achter uw computer. U volgt het misschien via Zoom of op een YouTube-kanaal. Maar een ieder wil ik van harte welkom heten bij de tweede Open Campus-serie. Van november 2018 tot november 2019 is op de campus van de Anton de Kom Universiteit Suriname de eerste serie Open Campus Lectures gehouden. En een paar weken geleden, ik wil het even in beeld brengen, ziet u een van de resultaten van die serie lezingen. En wel dit boek, Sustainability at a Crossroads, Challenges and Development Opportunities of the Guyana Shield, onder redactie van Jack Menke, die dan ook vanavond een keynote-presentatie gaat houden over de diverse diversiteiten in Suriname. Jack Menke is hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en zijn leerstoel gaat over sociaal-wetenschappelijke methodologie in een multi-etnische samenleving. Dus vanavond beginnen we met de tweede serie. Ik wil u erop wijzen dat u kunt meedoen na de inleiding van Jamil Harlow. Daarvoor kunt u gebruik maken via de question and answer optie van Zoom. U kunt ook een app sturen en het appnummer zal in beeld komen. En na de presentatie van Jamil Harlow hebben wij ongeveer een half uur om het een beetje interactief te maken, waarbij dus de mensen die meedoen vragen kunnen stellen. Nogmaals, de mensen gaan niet in beeld komen. Het gaat via de vraag en aanbod optie via Zoom of je kunt ook appen. Ik wil er verder op wijzen dat u alle informatie kunt vinden op de website opencampus.sr. De content zal in de loop der maanden op de website komen. Daar kunt u zich ook registreren voor deze tweede Open Campus Lecture Series. In juli en augustus heb je de eerste en de tweede cluster. En dan oktober, november en december heb je de derde, vierde en vijfde cluster. Dus in dit jaar zijn er 5 clusters en ook op de website vindt u thema's van deze clusters. Het thema van vanavond is diversiteit. Vanavond hebben wij diversiteit in de natuur als eerste cluster. En ik wil nu het woord geven aan Jack Menke, die de keynote van vanavond gaat presenteren. En daarna komt de eerste inleider aan het woord, Jamil Harlow. En na Jamil hebben we dus de ruimte voor de question and answer sessie. Ik geef het woord nu aan Jack Menke. Ja, bedankt Jerry. Goedenavond kijkers. Het is me genoegen om de keynote vandaag te presenteren van deze tweede Open Campus series. En het is al gezegd, de thema, de titel is de diversiteiten van Suriname. En u ziet hier in beeld een boom. En die boom is er niet zomaar. Het is een boom met 5 groepen bladeren. Als u goed kijkt, zijn dat taalgroepen, 5 taalgroepen. Die geven aan eigenlijk een kern van de cultuur van Suriname. Dat we een veeltalige samenleving zijn. En ze zitten aan een boom en dus die boom representeert de natuur. Het heeft wortels en het is in de bodem. En mijn keynote gaat eigenlijk over de relatie, het verband tussen cultuur met als symbool de talen en de natuur. Er is een hele duidelijke wisselwerking tussen natuur en cultuur. We beseffen niet hoe innig en interactief
deze relatie is. En ik ga u meenemen om het beter te begrijpen naar, weet je, dat plaatje waarmee ik begon. Dus die boom die de taaldiversiteit van Suriname tot uitdrukking brengt. En uit die boom, u ziet er 5 groepen. Die bladeren helemaal rechtsonder, die hebben te maken met de talen uit, laten we zeggen, die uit Azië zijn gekomen. Dan hebben we de talen uit Europa, Engels, Portugees, Nederlands. En dan uit het Midden-Oosten, groen. De Creolentalen, bruin. En de inheemse talen, rood. En let u goed op het blad van de Lokono. Dat zijn de Arawakken, de taal van de Lokonos. En ik ga even, om te verduidelijken hoe innig die relatie tussen cultuur en natuur is, uw kennis laten maken met een klein stukje van de Lokono. De Lokono, we noemen ze Arawakken, die heb je dus grotendeels in het savannegebied en deel in de kustvlakte. En het is een heel ernstige bedreigde taal. Er zijn nu, uit onderzoek van een Poolse onderzoeker, die in Frans, Guyana, Guyana en Suriname onderzoek heeft gedaan, slechts circa 100 vloeiende moedertaalsprekers, allemaal boven de 50 jaar. En Lokono wordt tegenwoordig niet meer doorgegeven aan kinderen. Die kinderen spreken dus op de meeste, in de meeste dorpen, Sarantoa en Nederlands. En tegenwoordig is bijna elke volwassen persoon uit de Lokono-gemeenschap spreker van het Suriname. En aan de grens zien we dan ook nog wat Engels en Frans, dat die worden toegevoegd aan het taalrepertoire van deze Lokono, deze Arawakken, in dorpen bij de grenzen met Guyana en Frans-Guyana. Wat ook heel opvallend is, is de taalvaardigheid binnen gezinnen. De oudste mensen, boven de 70, spreken vloeiend Lokono met enige kennis van het Suriname. Maar dat is een handje vol, ik zei het al, er zijn maar 100 vloeiende moedertaalsprekers. Hun kinderen, pakweg 50 tot 70 jaar, spreken Lokono en Sranantongo. En vaak ook goed Nederlands. En personen tussen 30 en 50 jaar spreken zelden Lokono. En hun kinderen begrijpen Lokono helemaal niet. Nou, dat is de groep van de Arawakken. En die maken een behoorlijk groot deel uit van de ongeveer 20.000 inheemse in Suriname. Ik neem u naar een kleinere plek waar ook Lokono's wonen. En dat is voor een heleboel mensen in de stad, in de kustvlakte, een bekend gebied, het Blakawatra gebied. En dit is een gebied van hele grote diversiteit. Je vindt er onder andere Jodensavanne. Jodensavanne is eigenlijk ook een historische site die tot uitdrukking brengt die grote diversiteit, weet je, van met Joden, slavenhouders, slaven, plantages, dus waar het is voortgekomen, Saramaka. Het Saramakaans is ook een hele aparte taal, beïnvloed door, weet je, de Portugese Joden met veel Portugese woorden. Maar goed, het is dus een plek van diversiteit. Je hebt er ook een cordonpad. Het cordonpad loopt daar net in de buurt van Jodensavanne helemaal door naar Kommerwijnen, naar tot bijna bij de Kotika-rivier eigenlijk. Dus het is compleet een diverse gemeenschap. En ik neem u even mee naar het dorp Kasipora. Dat ligt op, ja, heel dicht bij Blakawatra, op ongeveer 15 kilometer van Tiarkondre. Tiarkondre ligt aan de Suriname rivier. En let u op, Kasipora is het oudste dorp, weet je, in die regio. Het is gesticht rond 1625. En ik neem u mee naar een verhaal van het kleine dorp waar nu, ja, iets meer dan, ja, 100, er wonen 100 tot 150 personen in het kleine dorp Kasipora. En het is dus een dorp dat na de Binnenlandse Oorlog weer geresetteld is. Mensen hebben zich weer gevestigd, want het was leeg. Net als Redi Doti en Pierre Condre. Maar goed, men heeft dus kans gezien om, weet je, het dorp weer leven in te blazen. En dit is een fragment van, weet je, wat zich afspeelt als het gaat om cultuur en natuur in dit kleine dorp. Het is een Lokono dorp en het leidt ook aan taalverlies en kennis over de natuur en rituelen, vooral bij jongeren. Wat je ziet is dat medicinale planten het oogsten op, weet je, het erf.
het perceel waar het huis staat, het bos of langs kreken, dat dat eigenlijk heel sterk ontwikkeld was. En de medicinale kruiden werden gebruikt tegen zowel chronische als niet-chronische ziekte en aandoeningen. En denk maar aan diabetes en hoge bloeddruk. Maar wat zien we gebeuren de laatste pakweg 20, 25 jaar? Dat de kennis en het gebruik van medicinale planten nu nog voornamelijk plaatsvindt bij hele oude mensen. Vroeger was die overdracht heel belangrijk bij de traditionele geneesmethode, waarbij dus ook de overdracht geschiedde via niet alleen de rituelen, maar ook onderofenitori, storytelling, door de ouders en de grootouders. En wat we eigenlijk zien in dit mooie kleine dorp Kasipora, omringd door eigenlijk de Kasipora-kreek en weet je dus, noemen we de Blakawatra-kreek, weet je dus vrij hoog op de savanne, dat de culturele tradities eigenlijk verloren gaan en dat dit gepaard gaat met verlies aan inheemse taal Lokono en ook kennis van medicinale planten bij jongeren. En er zijn maar heel, heel weinig mensen, je kan ze op je vingers tellen, die nog Lokono spreken in dit dorp. En de twee andere dorpen, Redidoti en Pierre Condre was iets meer Caraïbisch, daar is eigenlijk de traditie en het verlies van de inheemse taal, het Caraïbs. Redidoti is een gemengd dorp, Caraïb en Lokono, dat eigenlijk dat vrijwel helemaal is verdwenen. Ik neem u dan mee naar dus weer die relatie natuur en cultuur. Er is een hele sterke, weet je, terugkoppeling over en weer. Verandering van de natuur leidt tot verandering in cultuur en omgekeerd. En kennis ontwikkelt zich met het hele ecosysteem. Het, weet je, het systeem van water, planten, dieren, de hele habitat. En de taal die al deze onderdelen van het ecosysteem beschrijft. Zowel in gewoon gesproken taal als in, weet je, dus al die traditionele liederen die je vroeger had, ook in dit gebied van Kasipora. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, cultuur is eigenlijk niets anders dan een antwoord geven op de uitdagingen van de natuur. En er is steeds een terugkoppeling tussen cultuur en natuur, wat we tegenwoordig vaak ook aangeven met het woord biodiversiteit. En met het uitsterven van planten en dieren gaat doorgaans de taal die deze beschrijft ook verloren. En hierdoor verandert ook de wijze waarop de natuurlijke omgeving vorm krijgt door activiteiten van menselijke gemeenschappen. Ik verzuim om u nog te vertellen dat een van de inheemse groepen, de trio's op de grens met Brazil, dat die misschien het minst onderhevig zijn aan taalverlies. Maar ook daar hebben we bij de eerste Open Campus series kennis gemaakt met de invloed van eigenlijk de westerse cultuur. En je ziet het bijvoorbeeld bij de trio's dat ook de nieuwe ziekten, noemen we de hart- en vaatziekten, weet je, eigenlijk beginnen op te komen, zelfs in dit vergelegen gebied in het zuiden. Ik ga u nu meenemen naar het einde, maar het is toch belangrijk om toch u bij te brengen dat als we het hebben over natuur en cultuur, heel veel discussies over vernietiging van eigenlijk de biodiversiteit, dwars door de hele wereld, maar ook in het gebied waar wij wonen, het rijkste gebied aan bos en aan biodiversiteit, is ongetwijfeld, weet je, het Amazonebos, inclusief het Guyana-schild, waar Suriname deel van maakt. En wereldwijd heb je eigenlijk twee manieren, twee grote benaderingen tegenover elkaar, en daartussen heb je nog wat grijs. En die eerste benadering over eigenlijk het milieu, hoe je ermee moet omgaan, daar staat de mens centraal. Dat is hier, weet je, genoemd, met een pijltje naar links, het antropocentrisme. Antropos betekent mens, centrisme, mens staat centraal. En deze benadering plaatst mensen in het centrum van eigenlijk, ja, het heelal van het universum. En alle moraal, alle ethiek
Dus wat goed is of niet goed is om te doen met het bos, met de planten, met de dierverandering. Maar nog dichterbij met de pandemie die nu heerst, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat ook de COVID-19-pandemie, dat de wortels ervan liggen in de enorme ontbossing, de klimaatverandering, maar ook de ontbossing. En dat eigenlijk je door die ontbossing twee lijnen krijgt, namelijk een vermenigvuldiging van steeds meer virussen, dus een aantal, maar ook een diversiteit van virussen. Dus ook wat we noemen mutaties. Wat je ook ziet bij deze pandemie, dat je eigenlijk een aantal mutaties al hebt gehad. Dus die diversiteit manifesteert zich ook in de huidige pandemie. Nou, ik heb dit verhaal toch eventjes gehouden om u naar het einde te brengen, mijn slot van deze keynote. En dat is de diverse diversiteiten van Suriname. Die gaan we ook in deze Open Campus series helemaal benutten. Het is al gezegd, de diversiteit in de natuur, dat is het eerste blok. Het tweede gaat over gezondheid. Derde, culturele diversiteit. Vierde, diversiteit en methodologie. En dan hebben we als vijfde blok, vijfde cluster, het ook geselecteerde thema's hebben, variërend van gender tot eigenlijk diversiteit in bestuurlijke vormen in Suriname. Ik wil eigenlijk eindigen met het volgende, dat de eerste cluster, diversiteit in de natuur, van deze Open Campus series, de diverse diversiteiten van Suriname, die zo meteen van start gaat met Jamil Harlow, maar dat alle andere presentaties en de workshops, die er volgen, zijn in totaal drie, dat die in het teken staan van de natuur, van klimaatverandering, van stijging van water in zee, rivieren en kreken, van kwikvervuiling, maar ook van illegale export van dieren, vernietiging van woongebieden en de biodiversiteit. En die vormen ook in Suriname een bikkelharde realiteit. En belangrijk voor u als kijker en als participant in deze Open Campus series is natuurlijk ook na te gaan van welk perspectief eigenlijk belangrijk is om ook Suriname in Suriname nuttig gebruik te maken van de diverse diversiteiten van Suriname. Weet je, moet je eigenlijk de mens absoluut centraal stellen, zoals het antropocentrisme dat wil. Weet je, dat die ook bepaalt van wat goed is of niet goed is. En dat die kan zeggen van we willen onbeperkt gaan groeien. Of zeggen we van, we nemen een standpunt in en we gaan een perspectief ontwikkelen voor Suriname, waar we eigenlijk veel meer uitgaan van, weet je, het ecocentrisme, waar we van uitgaan dat ook bos, natuur en dieren een stem hebben en dat ook die eigenlijk de ethische normen, de morele normen, weet je, van wat is goed, wat is kwaad, dat die ook, dat we daarbij die ook meenemen in eigenlijk de hele manier waarop we gaan aankijken tegen de diverse diversiteiten van Suriname en de basis leggen voor een duurzame ontwikkeling. En alle drie presentaties die we krijgen binnen het eerste blok met de aansluitende workshops gaan in op menselijke handelingen die de natuur verstoren en die de natuur direct of indirect vernietigen. En ik zou zeggen, de inleiders die kunnen zich net als de participanten concentreren op de mogelijke oplossingen en beleidsacties, want daar gaat het uiteindelijk om. Om verder verval van de natuur en de samenleving een halt toe te roepen. Ik wens u een leerrijke en een vruchtbare Open Campus Lecture Series 2021 toe. Dank u. Ik wil Jack Menke bedanken voor zijn keynote. Voor de mensen die wat later zijn binnengekomen. We zijn dus vandaag gestart met de tweede Open Campus serie. En de Open Campus serie bestaat, zoals u net in beeld hebt gezien, uit vijf clusters. Vanavond is dus de eerste cluster en het is steeds hetzelfde patroon. Op de dinsdag een presentatie in de avond en de volgende dag op de woensdag tussen 10:30 en 11:30 kunt u meedoen met de workshop. De workshop biedt de mogelijkheid om het thema dat de avond daarvoor
is gepresenteerd verder uit te diepen. En u kunt dus heel actief participeren in deze workshop. Maar u kunt ook vanavond participeren in de presentatie. Daarvoor kunt u gebruik maken, als u meedoet met Zoom, de optie question and answers, hè, vraag en antwoord. En dan wordt dat gepresenteerd aan de spreker. We gaan proberen de vraag een beetje te clusteren. En als u meedoet, misschien via de televisie, dan kunt u een app sturen naar 860-2313. Nogmaals, 860-2313. En dan spelen wij dat door aan de presentator van vanavond, Jamil Hallo. De titel van zijn presentatie ziet u nu op het scherm. Collapse or Adjust, lokale ontwikkeling en klimaatverandering in Suriname. Ik wil kort Jamil Hallo aan u introduceren. Hij heeft een Master of Science track gevolgd, voltooid in Ecology and Natural Resource Management. En de nadruk bij deze track ligt op managementbenaderingen en planningstools voor een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Jamil werkt op het CELOS, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. En hij houdt zich daarmee vooral bezig om te komen tot een duurzamer gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen. Ik wil nu het woord geven aan onze eerste presentator tijdens de tweede Open Campus series, Jamil Hallo. Jamil, het woord is nu aan jou. En nogmaals mensen, u kunt dus actief meedoen. Na de presentatie van Jamil hebben we ongeveer 25 minuten om met elkaar in discussie te gaan. Jamil, het woord is aan jou. Bedankt Jerry Egger. Goedenavond kijkers. Zoals net is verteld, gaat de presentatie over lokale ontwikkeling en klimaatverandering in Suriname. Ik ga een overzicht geven van verschillende uitdagingen waarmee we zitten. En wat ideeën opwerpen hoe wij misschien anders moeten omgaan met onze omgeving. Ten eerste ga ik dan vertellen wat klimaatverandering is. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door een verandering in de samenstelling van gassen in de atmosfeer door menselijke handelingen. En hierdoor krijg je dan dat er steeds meer warmtestraling vanuit de aarde, dat als hoofdzakelijk bron de zon, wordt weergekaatst door het aardoppervlak en dan wordt omgezet in warmte en dat steeds meer wordt tegengehouden door de atmosfeer. Hierdoor ontstaat er dus een opwarming. En de twee voornaamste bronnen hiervan zijn het gebruik van fossiele brandstoffen. Die zit u hier aan de linkerkant. En daarmee gepaard ook het gebruik uiteindelijk van auto's en andere voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen. Maar daarnaast ook het gebruik van land. Er worden steeds vaker koolstofrijke ecosystemen, waaronder bossen en bepaalde zwampen worden omgezet in andere systemen voor ons, zoals landbouw. Maar hierdoor komt er dus heel veel koolstofdioxide en methaan vrij, die dus de samenstelling in de atmosfeer dus zodanig verandert dat het broeikaseffect versterkt wordt. Behalve dat, zoals meneer Menke ook had aangegeven, zitten we ook in een biodiversiteitscrisis. En dit is eigenlijk al een trend vanaf de afgelopen 200 jaar, waarbij er dus steeds meer soorten verdwijnen, waaronder zoogdieren, vogels en andere, zoals amfibieën. Dat ziet u hier in de grafiek links. En aan de rechterkant ziet u ook dat er heel veel insectengroepen aan het verdwijnen zijn. Hier ziet u de kleuren geven de groepen insecten aan. En hier op de x-as zie je
wat de oorzaken zijn van het verdwijnen van deze insecten. En de grootste oorzaak is verandering in habitat. Dus zoals net ook was aangegeven, het weghalen van bossen en zwampen bijvoorbeeld. Maar dus ook vervuiling die gepaard gaat met industrie en landbouw. Andere bedreigingen die te maken hebben met invasieve soorten die eigenlijk daar niet thuis horen. En klimaatverandering ook weer. Dus klimaatverandering is ook een medeveroorzaker van de huidige biodiversiteitscrisis. Eigenlijk is dit niet nieuw. Dus eigenlijk, ik zei al 200 jaar is dit een trend. En er zijn al waarschuwingen geweest door wetenschappers, activisten, onderzoekers. Al een hele tijd. En in 1997 hebben wetenschappers zichzelf gebundeld om hun bezorgdheid te uiten over de situatie. En ze hadden toen eigenlijk aangegeven dat we een transitie moeten maken naar schonere energie. Ondertussen in 2019 hebben we het punt bereikt dat verschillende landen, resorten, verschillende administratieve eenheden hebben dus uitgeroepen dat er sprake is van een klimaatnoodtoestand en wetenschappers hebben in principe dit onderstreept dat er inderdaad sprake is van een klimaatnoodtoestand via een publicatie dat ondertekend was door tenminste 11.000 wetenschappers. Nu hebben we dus ook dat er is informatie bijgehouden over de extreme weersomstandigheden van het afgelopen jaar. En de getallen zeggen dat er afgelopen jaar door extreme weersomstandigheden tientallen miljarden Amerikaanse dollars aan schade is aangebracht. Duizenden doden en miljoenen ontheemden. Ontheemden zijn dus mensen die hun woning, hun gebied, verblijf zijn kwijtgeraakt. Miljoenen ontheemden dus. Ook in Suriname zullen we steeds meer moeten omgaan met klimaatverandering. We kunnen verwachten dat de temperatuur toeneemt. Het gaat steeds heter worden. We gaan steeds vaker te maken hebben met droogtes, vooral natuurlijk in de droge tijd. En ernstige overstromingen. Links zie je een grafiekje van temperatuurstijging tussen 1940 en 2020. Dat is gemeten bij Sanderij. En dit is dan door NOAA verder verwerkt. Is een internationaal instituut dat vooraanstaande organisatie is als het gaat om klimaatverandering. En rechts zie je een luchtfoto van overstromingen die plaatsvinden bij bijvoorbeeld een dorp. Dit is van 2017. Even kijken. Ik zet het vast. Hier ziet u een grafiek van temperatuurstijging aan de bovenkant tussen 1880 en 2020. Dus dat is een duidelijke trend. Elk jaar is het een beetje anders qua temperatuur, maar als je dus over een lange tijd kijkt, dan zie je dat er toch een duidelijke trend is. En een analyse van met klimaatmodellen, want er zijn klimaatmodellen ontwikkeld om na te gaan hoe de toekomst eruit zal zien. Is er een aanwijzing dat in principe als we kijken naar temperatuurstijging en we zo doorgaan, zoals we dat nu doen, dat de warmste gebieden die er nu zijn op aarde, dat zijn nu vooral in de Sahara te vinden. Dat zijn de zwarte vlekjes die je ziet hier op de kaart. Deze zwarte vlekjes zijn dus de warmste gebieden op de aarde. Die zullen zich uitbreiden tot het arceerde gedeelte tegen 2070.
En we zien dus dat Suriname ligt ongeveer hier. In Suriname zullen we dus ook met dit soort temperaturen te maken hebben. In dus over 50 jaar ongeveer. Hier zie je nog een andere trend, waarmee we dus zullen moeten omgaan als het gaat om klimaatverandering. De nieuwste klimaatmodellen geven aan dat er in grote overeenstemming dat vooral het gebied waar wij liggen en ook het midden van Amazone steeds droger zullen worden door klimaatverandering. En hiermee bedoel ik dan dat er jaarlijks steeds minder neerslag zal vallen. En dat dat vooral zo weerslag zal hebben in de droge tijd, zal ook later blijken. En dat ook, ook de bodems dan ook droger zullen worden. Echter gaan we in de periodes dat er veel regen valt, zullen we juist meer regen hebben. Een analyse heeft uitgewezen dat bijna alle rivierbekkens in de wereld steeds meer regenval zullen hebben. En hier ziet u dan één dag met extreme regenval zal er dus zo, de trend zal er zo uitzien over de jaren. Dus steeds meer neerslag op dagen van extreme neerslag. Als je kijkt over een interval van 5 dagen wordt het ook meer. En over 10 dagen, dus 10 dagen aan inhoudende neerslag, zal ook steeds extremer worden. Het verband is door een andere onderzoeker is nog sterker gevonden als je kijkt naar uurneerslag, dus hoeveel neerslag in de uur valt, en dagelijkse doorpunttemperatuur. Dus met de temperatuurstijging gaan we dus per uur steeds extremer in neerslag vallen op dagen dat het extreem regen zou hebben. Ook als je kijkt naar de seizoenen, per maand gaat het in de regentijd natter worden, maar in de droge tijdjes droger worden. Behalve dus de temperatuurstijging, droger gaat worden over het jaar, droge tijd, meer neerslag in de regentijd, hebben we ook zeespiegelstijging. Hier ziet u de trend van 1993 tot 2021. En de gemiddelde stijging is 3,3 mm per jaar. En in totaal is er dus al 90, al 10 centimeter. In totaal zitten we dus al bijna op 10 centimeter stijging. Over een periode van 1993 tot 2021. En de voornaamste oorzaak hiervan is dat door de temperatuurstijging de oceanen uitzetten. Dus ze zetten uit. Maar daarnaast beginnen de ijskappen ook steeds meer te smelten. Dus dat draagt nu ook steeds meer bij aan de zeespiegelstijging. Dit is zorgwekkend voor ons. Vooral voor de plekken die langs de kust. Vooral langs de kust. Waar er bewoning is langs de kust. En een bekend probleem, fenomeen dat we hebben, is de kustafslag bij weg naar zee. Hier ziet u een kaart. Hier is weg naar zee. Hier zie je de kustlijn, waar die was in 1987. En hoe dat er nu uitziet in de afgelopen... Dit is een samenstelling van een aantal satellietbeelden van de afgelopen jaren. Zo ziet het er dus nu uit. En er is dus sprake van minstens 1 kilometer afslag op bepaalde plekken. En ik ga ook eventjes hier inzoomen om te wijzen wat hier als voorbeeld. Dit was het, dat vakje wat ik net toonde, zag er zo uit in 2003. Dus je ziet echt dat het gewoon in gebruik is door de mens. En hier heb je eigenlijk gewoon de zee. Dus je bent precies aan de zee aan bezig met activiteiten. En de mangroven zijn dus niet hier die eigenlijk zouden moeten zijn. En nu ziet het er zo uit in 2021. Dus de persoon die daarin gebruik had, heeft waarschijnlijk ingezien dat het onverstandig is. Want er is al een hele stuk afgeslagen voor 2003. En nu ziet het er dus zo uit verlaten. En hopelijk krijgt hij dan de kans om zich te herstellen. Hier zien we een beeld van het
noordelijk gedeelte van Paramaribo en een stukje Kamowene. Dus hier is Noord-Paramaribo, hier is Kamowene, hier is Nieuw-Amsterdam. Dit lijkt op landbouw, dit zijn wegen, Groningen, hier is waarschijnlijk een verkavelingsproject aan de gang. En dan ga ik tonen hoe het nu uitziet. Nu ziet het er zo uit. Dus er is heel veel uitbreiding geweest aan landbouw en misschien ook veeteelt aan deze kant. Hier is het bijna nog maar iets meer dan 2 kilometer afstand tussen het gebied dat in gebruik is en de zee. Dus het kan een weg naar zee situatie worden als we niet oppassen. Ook hier heb je dat er meer verkaveling komt langs de kust. Hier heb je een plek, hier heb je een plek, hier heb je een plek. Dus alhoewel we weten dat wat bij weg naar zee gebeurt, wordt er nog steeds grond verkaveld vlak bij de zee en de riviermonding. En dat is dus iets wat, als je je les hebt geleerd van wat al gebeurt elders, zou je dat niet meer moeten doen. Hier zie je een kaart dat is gemaakt in 2007. Een overzicht is een analyse gedaan van plekken die in Paramaribo ernstig, dus het meest kwetsbaar zouden zijn, blootgesteld zouden worden aan overstromingen. En de donkerblauwe plekken zijn dus zullen het meest onder water zijn door zeespiegelstijging. Dus ja, je zou eigenlijk niet daar willen verkavelen en juist meer naar het zuiden willen gaan. Nu ga ik over naar, hoe kunnen we dingen anders doen? En daar wil ik vooral de nadruk leggen op de natuur, wat de natuur voor ons kan betekenen. Het brengt verschillende voordelen met zich mee als je dus... je kan heel veel oplossingen halen uit de natuur. En in principe hebben we al heel veel manieren hoe wij profiteren van de natuur. Bijvoorbeeld de zuurstof die we ademen. Voeding is ook afkomstig uit de natuur, anders zouden we niet kunnen leven. Maar we kunnen ook verder gaan naar bijvoorbeeld schaduwverkoeling. Het blijkt dus dat bomen een verkoelend effect kunnen hebben. In gebieden waar je heel veel, dus in stedelijke gebieden waar je veel bebouwing hebt. En hier blijkt dus in een onderzoek dat is gedaan door een student Tom Romein naar een groen en leefbaar Paramaribo project, heeft hij dus aangetoond dat de meest bebouwde gebieden in Paramaribo zijn dus heter. En naarmate je naar het meer minder bebouwde gebieden gaat, waar je dus meer erf, grotere percelen hebt met erf, met groen, dat het dan steeds koeler wordt. En hij heeft ook een relatie kunnen leggen met dat vooral bomen dus een verkoelend effect hebben. En andere soort vegetatie ook wel, maar in mindere mate. Hierboven zie je een ander aspect. Je hebt vaak dat wij ons vestigen, veel mensen, vooral vroeger, ons vestigden langs rivieren, kreken, langs de zee. Maar met zeespiegelstijging en met het extreme worden van onze regenval, dat we dus steeds meer regen zullen kunnen verwachten op dagen dat het al veel regent, wordt het steeds minder verstandig om langs rivieren en kreken te wonen. En hier zie je dan aan de bovenkant een kaart. Rechtsboven zie je dan een kaart waar je dan ziet waar de meeste kans is op overstromingen. Op basis van de ecosystemen die in het gebied zijn. De donkerblauwe gebieden zijn dan ecosystemen die dan veel water hebben. En dan de gele plekken zijn de droogste, hoogste plekken. En dus zo kan je dan eigenlijk, door meer rekening te houden met de aanwezige ecosystemen, kan je ook een optimalere situatie hebben. Hier is een beeld van hoe het er heel mooi uitziet en waar we van kunnen genieten. Maar wat we vooral doen in het bos, ga je verder zien in de volgende slide. Dit is mijnbouw. Dit heb ik gehad van Save Suriname van de Facebookpage, waar je eigenlijk gewoon de vervuiling van en vernietiging door mijnbouw ziet. Hier zie je dat ook, vervuiling van een deel van het Stuwmeer.
En dan aan te tonen hoe uitgebreid het is, ga ik het ook in de kaart aantonen. Hier zie je een kaart van een gebied rondom het Stuwmeer. Hier is het Stuwmeer. Hier heb je Brownsberg. Hier heb je boven Suriname. En hier heb je de Marowijnrivier. Kijk maar goed hoe het eruit ziet. Het groene is bos. Dit donkere hier is gewoon het Stuwmeer. Hoe het er was in de jaar... ik kan even niet goed zien hier. Maar rond eind 1980, 1990 zag het er zo uit. En nu ziet het er zo uit. Dus je ziet hoe de Marowijnrivier beïnvloed is door mijnbouw. Je ziet hier overal mijnen. En je ziet ook hoe het Stuwmeer beïnvloed is door mijnen. Dus we zijn hard bezig eigenlijk het ravage aan het aanrichten in het binnenland. En hier zie je ook dat er wegen ontstaan. Dus hier zullen de nieuwe mijnen ontstaan op, binnenkort. Meneer Alboter zou waarschijnlijk in zijn presentatie verder ingaan op de effecten van de vervuiling. De ecologische effecten vooral van de vervuiling en de vernietiging, verstoring. Wat wel bijzonder is, is dat op basis van een onderzoek over de bijdrage die verschillende sectoren leveren aan de economie, op basis van bruto nationaal product, zien we dat eigenlijk mijnbouw helemaal niet zoveel bijdroeg in 2011 of daarvoor. Handel, restauranten en hotels droegen tenminste 2 keer meer bij aan de economie dan mijnbouw. Dus je zou je afvragen waarom er... En toen ging het goed trouwens met de economie. Hè? Rond die tijd ging het goed met de Surinaamse economie. Dus je zou je afvragen of het echt nodig is om ons landschap zo te vernietigen en te vervuilen. We kunnen verschillende dingen doen. Actie is nodig. Hier toon ik een paar voorbeelden. Je kan doen aan voorlichting via filmpjes. We kunnen bijvoorbeeld met groepen kunnen we samenkomen om de omgeving te herstellen, bomen te planten die verkoelend zijn. Bijvoorbeeld permacultuur, ecologisch verantwoorde landbouw doen bij kinderthuizen. Hier is er ook een Klevia-park die probeert een food forest op te zetten. Dit zijn allemaal activiteiten die natuurlijk wat arbeid kosten, maar ook wel goed zijn voor jezelf. Om fysiek buiten te zijn in de natuur is een goede manier om een beetje aan beweging te doen en buiten te zijn. En dan doe je gelijk iets terug, geef je gelijk iets terug. Ander ding dat ook mooi is, is de inspanningen van meneer Nijpaal. Dit is een foto van Weg naar Zee op 10 juli 2021. En dan zie je het effect van het systeem dat ze daar hebben gebouwd, waarbij ze modder proberen op te vangen om eigenlijk de kust te herstellen. De kust die dus eigenlijk aan het afbreken is, doordat er geen mangroven zijn. Om dat dan te herstellen in combinatie met het planten van mangrovenbomen. En het blijkt wel te werken, die modderopvang, als je hier kijkt. Verder nog is er een... Jullie weten al waarschijnlijk dat er morgen een workshop gaat zijn. En dan zullen we verder praten over oplossingen. Wat moet er gebeuren op huishoudniveau, sectortechnisch niveau en politiek leiderschap. Als ik het goed heb, zal de link in de chatbox zijn. En dat is mijn presentatie. Bedankt voor jullie aandacht. Oké, ik wil Jamil Halu hartelijk danken voor zijn presentatie. Ik denk dat hij heel helder in beeld heeft gebracht wat de consequenties zijn van klimaatverandering voor Suriname. En met name dus voor eigenlijk een groot deel van ons. Ik moet nu praten in termen van ons. Omdat de meeste mensen in Suriname wonen in de kuststreek. En ik denk dat wij anno 2021 niet meer kunnen zeggen van we hebben het niet geweten. Oké, ik heb al aangegeven hoe het programma er verder uitziet. U kunt nu gebruik maken van
de vraag en aanbod optie van Zoom. U kunt appen naar 860-2313. En verder kunt u natuurlijk morgenochtend tussen 10:30 en 11:30 meedoen met een workshop rond dit thema dat vanavond naar voren is gebracht. Collapse or Adjust, lokale ontwikkeling en klimaatverandering in Suriname. Mijn ervaring met de workshops van de eerste Open Campus serie was heel positief. Het was natuurlijk een beetje afwisselend hoeveel participanten er waren, maar het waren meestal hele levendige en interactieve sessies. Dus u kunt u registreren voor morgen tussen 10:30 en 11:30 en dan meedoen met de workshop die Jamil Harlow zal geven. De ruimte is er nu om uw vragen in te typen. En dan wil ik ze presenteren aan Jamil Harlow. En we hebben dus ongeveer een half uur om dat te doen. In de chatbox vindt u de mogelijkheid om u te registreren voor de workshop morgen. En ik wil nogmaals verwijzen naar de website www.opencampus.sr. Daar vindt u alle informatie ten aanzien van deze tweede Open Campus serie. Het gaat om 5 clusters die zullen worden gepresenteerd in juli, augustus, oktober, november en december. En zoals ik al eerder zei, het heeft een vast formaat waarbij er een openbare lezing is op de dinsdag meestal. En dan op de woensdagmorgen, dinsdagavond. En dan op de woensdagmorgen de workshop waar u de ruimte hebt om actief mee te doen. Ik zie nog geen vragen binnenkomen, maar typt u uw vragen in en dan kunnen we daarmee aan de slag. Nogmaals, we hebben ongeveer een half uurtje. Ik zie een eerste optie. Iemand die de lezing interessant vindt, maar wel een opmerking wil plaatsen. En de persoon geeft aan. Die geeft als oorzaak van de klimaatverandering de vergroting van de uitstoot en vermindering van de opname van koolstofdioxide en methaan. Wat ik hier mis is toch ook het belangrijke probleem van directe verstoring van de waterkringloop door verwijdering van bossen. Iets dat inderdaad vaak voorkomt in Zuid-Amerika. Denk bijvoorbeeld aan Brazilië, waar de afgelopen jaren er enorm veel bossen zijn vernietigd. Dus ik wil Jamil vragen, wil je daarop ingaan? Het aspect van het vernietigen van bossen door in principe mensenhanden? Ja, het klopt dat de bossen een belangrijke rol spelen in de hydrologische cyclus. Hoe meer bomen je hebt, eigenlijk zorgen het hebben van veel bomen, grote arealen bossen, zorgen ervoor dat je eigenlijk altijd regen zal hebben. Dus dat het gebied niet droog wordt. En een van de redenen waarom men ook heel bezorgd is over het Amazonegebied, is door een combinatie van klimaatverandering en ontbossing, dat de bossen steeds ze worden steeds kwetsbaarder, dus ze worden minder stabiel, minder weerbaar en dat daardoor ook meer droogte zullen zijn en uiteindelijk ze kunnen gaan omslaan in een savanne. Dus dat is wel een bezorgdheid. Okay. Dat bossen een belangrijke rol spelen in de hydrologische cyclus. Oké, er is een andere vraag. Wat is er gebeurd met agenda 21? Ik twijfel ook, ja. Maar dat kan natuurlijk door mijn beperking komen wat agenda 21 is. Ja, is ook mijn beperking dan. Misschien kan de vrager het toelichten. Oké, laten we verder gaan en dan wil ik de persoon vragen om even toe te lichten wat agenda 21 is. Er is een andere opmerking over huisvuil en tuinafvalverbranding op erven en de consequenties dus voor klimaatverandering.
En de vraag is, hoe kan dat opgelost worden? Dus dit is duidelijk een vraag wat we kunnen doen aan een heel reëel probleem in Suriname. Huisvuil- en tuinafvalverbranding. Ja, dus ik denk dat het elke situatie anders is. Natuurlijk zou je... dat is iets wat... Er zijn natuurlijk bestaan... Theoretisch zijn er een aantal oplossingen. Bijvoorbeeld dat je in plaats van je tuinafval gaat verbranden, het gaat versnipperen en dan gaat mulchen. Maar je kan het ook, je kan tuinafval ook omzetten in biogas, in bio-energie en ovens. Dus er zijn, theoretisch zijn er bestaande technieken. Maar je moet natuurlijk de mensen aanwezig hebben om het te doen. Op individueel niveau kan je natuurlijk wel je eigen tuinafval gebruiken als compost. Dus dat je dan een composthoop maakt en al je tuinafval daar verzamelt. Dan heb je een, natuurlijk moet je daar een plekje voor reserveren. En op een groter niveau zouden dus wel ondernemers moeten zijn die dan dat doen, of de overheid zou die dienst moeten leveren. Maar dat is dan een iets dat op gang zou moeten komen om dat voor elkaar te krijgen. Oké, er is een andere belangrijke vraag en ik moet eerlijk zeggen, het heeft mij ook geschokt en misschien meerdere mensen. En dat zijn de twee kaarten die je gepresenteerd hebt over het gebied 87, 93 geloof ik, en de situatie nu. En er is een vraag of de politici in Suriname de beide kaarten kennen van die mijnbouwactiviteiten en indien niet, hoe krijgen we die kaarten onder hun aandacht? Ik denk dat dit dus echt een hele belangrijke vraag is over eigenlijk het schokkende van deze twee kaarten die op een hele harde manier laten zien wat de consequenties zijn voor mijnbouw in een bepaald gebied. Ja, de eerste keer toen ik ook eigenlijk zag hoe extensief het was, is ik heb een training gevolgd hoe je dus zo'n timelapse kan maken in een online... In een Google Earth Engine, in een programma waarmee je dus toegang hebt tot heel veel geografische informatie en ook satellietbeelden en dan dit soort producten kan genereren. En het is via de documentaire naar buiten gebracht. Ik denk dat SBB zelf ook op de hoogte moet zijn dat dit aan de hand is, want ze doen al een aantal jaren aan monitoring van het bos. Maar ik heb dus echt ingezoomd op het gebied dat de meeste mijnbouw heeft, om dus echt dat goed tot uiting te brengen. En ja, we moeten inderdaad kijken hoe de politici goed kunnen bereiken. Er zijn wel wat mensen die weten hoe je dat goed kan doen. Maar dus ik ben meer de onderzoeker die dus deze informatie heb eigenlijk bij elkaar hebben gebracht. Ja, we hebben in elk geval de eerste publicatie van de Open Campus serie. Is toen onder andere aan de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu aangeboden. En ook aan de minister van Defensie. Dus we hopen dat zij inderdaad daar aan de slag mee kunnen. Om even terug te komen op de vraag over Agenda 21... iemand heeft het toegelicht. Agenda 21 is a non-binding action plan of the United Nations with regard to sustainable development. It's a product of the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992. Wil je daarop nog even ingaan? Om eerlijk te zijn... Non-binding in elk geval. Yeah. En het is een product van 1992, oké, dus dat is ook alweer, wat, 40 jaar, 30 jaar geleden. Ja, dus ik weet niet precies wat de inhoud is ervan, eerlijk te zeggen. Ik moet wel aangeven dat er natuurlijk heel veel processen zijn geweest. Veel overleg, veel klimaatconferenties. En ook bijvoorbeeld in Rio zijn er ook plannen voor de toekomst, hoe het beter moet, maar... Uiteindelijk lukt het nou net niet om echt de verandering door te voeren die nodig is. Er is altijd waarschijnlijk een soort belang, economisch belang, die altijd voorop
geplaatst wordt als je het breed maatschappelijk bekijkt. Oké, okay. Maar misschien ook nog ruimer. Er zijn in de loop der jaren, en ze worden steeds vaker gehouden, grote conferenties over de consequenties van klimaatverandering. Sla dat aan. Wat is jouw ervaring met de grote internationale conferenties ten aanzien van klimaatverandering? Dus ik ben nog nooit naar zo'n conferentie geweest. Ik heb wel af en toe wat ingelezen over wat dan bijvoorbeeld het Kyoto-protocol was van een tijdje terug. En pas hebben we dan de Paris Agreement. Er worden afspraken gemaakt en je ziet wel dat sommige landen hun best doen om zich eraan te houden. En je merkt ook dat toch burgers die activisten samenbundelen om eigenlijk meer druk te brengen. Ook belangrijk zijn, want we zien bijvoorbeeld dat er de burgerij bijvoorbeeld een rechtszaak aangespannen tegen Shell. En je hebt ook dat aandeelhouders bijvoorbeeld bij ExxonMobil ook ervoor hebben gezorgd dat ExxonMobil iets beter hun best doet met hun klimaatambities. Dus je merkt dat alleen afspraken op zo'n klimaatconferentie, die zijn wel goed, zijn wel nodig, maar we kunnen meer doen als er meer druk vanuit de samenleving komt. Oké, misschien kunnen we nu wat sneller door de vragen heen, want ze komen nu dus, het enthousiasme is kennelijk gewekt. Er is een vraag over wetgeving, met betrekking tot onder andere ecologie. Worden er acties ondernomen om wetgeving door te drukken? Is er een relatie met NIMOS? Zou je daarop kunnen ingaan? Kort. Ik ben op de hoogte van de milieuraamwet. Die is, was aangenomen door de vorige en door het parlement van de vorige regering. En pas ook is aangepast. Dus die wet biedt wel een goede basis. Het moet alleen nog gaan in werking gaan komen. Waarbij er dus eigenlijk wel een aantal dingen in place moeten zijn voordat het toegepast kan worden in de samenleving. Maar dus die basis is al gelegd. We moeten dan hopen dat het zo snel mogelijk zijn positieve effecten brengt. Oké, okay, er is een vraag over het project van professor Naipaal. Dus de kwelderse weg naar zee. Is het werkbaar? En kunt u de werking van kwelders uitleggen? Ik weet niet of we in moeten gaan op deze vraag. Ik wil erop wijzen. En daarom wil ik weer aangeven dat er een website is. Professor Naipaal zal bij een van de clusters zelf een presentatie houden. Dus als we een beetje sneller vanwege de andere vragen die binnenkomen. Mm. Dus deze vraag ga ik dan even overslaan. En wanneer professor Naipaal zelf aan het woord is, kunt u misschien daarop weer terugkomen. De persoon die de vraag heeft gesteld. Wil wel één ding zeggen. Ik heb één keer ook meegeholpen en het is toch wel veel werk. Het is bewezen dat het in andere landen goed is om je mangroven zo veel mogelijk te beschermen en te restaureren. Maar je moet natuurlijk wel investeren erin. Dus je hebt arbeid nodig, je hebt kapitaal nodig, je hebt materiaal nodig. Dus die ondersteuning vanuit de samenleving en de overheid is wel nodig om het haalbaar te maken. Oké, okay, er zijn meerdere vragen intussen. Eén persoon stelt dat je voorbeelden hebt gegeven van het herstellen van de natuur op een actieve manier. En dan is de vraag, denkt u dat er gebieden zijn waar de optie natuur weer de ruimte geven om zelf over te nemen, voordeliger is dan actief de natuur herstellen? Dat hangt af per geval. Bijvoorbeeld vergelegen mijnbouwgebieden zou je liever de natuur zelf laten herstellen. Vooral als er nog veel natuur omheen zit. Want dan krijg je natuurlijk dat zelf de zaden en de... Wat wel kan helpen is als je de bodem misschien wel... ik heb bijvoorbeeld gelezen een tijdje terug dat ze in een mijnbouwgebied heel veel sinaasappelschillen hebben gegooid
En dat dat een versnelling heeft teweeggebracht in de herstel. En dan daarna is de vegetatie zelf teruggekomen. Maar op sommige plekken, vooral dichter bij huis, zou het wel goed zijn als je zelf, als je zelf met de handen, de natuur een handje okay. hebt. Ja, oké. Er is een hele interessante vraag. En ik denk dat dat ook te maken heeft met de nogal verontrustende beelden die je heel duidelijk hebt laten zien in je presentatie. En dat is de vraag van, wat kan de bijdrage zijn van een individu? En hoe kunnen mensen, de beleidsmakers, zover krijgen om te luisteren naar het volk, maar ook dus naar Jamil Hallo? Dus ja. De bijdrage van een individu. Ja, dat is iets wat ik me al heel lang afvraag. Ik weet namelijk al vanaf mijn studietijd dat, hoe erg het is. Via jongere organisaties zoals Global Shapers Paramaribo heb ik dan geprobeerd om eigenlijk met jongeren activiteiten samen te doen. Op een positieve manier. En uiteindelijk ben ik toch wel uitgemunt in een documentaire in Start of Aanpassen, omdat ik vond dat het niet voldoende hielp. Dus dat is eigenlijk ook een roeping van, hey, het gaat zo erg en er moet echt verandering komen. Maar ja, hoeveel effect het heeft, dat kan je niet direct zeggen. Dus ik denk dat iedereen voor zichzelf moet nagaan welke inspanningen zij denken dat kunnen helpen. Ja, ja. Oké, er is een verdere uitleg van Agenda 21 uit 1992. Is het misschien bekend, heeft Suriname, is het een verdrag dat getekend moest worden? Het is al aangegeven, het is non-binding. Maar weet je misschien, heeft Suriname geparticipeerd in 92 in Rio? Is er meer bekendheid gegeven eraan? Ik keek er een beetje verbaasd naar, jij ook, dus ja. Misschien is dat ook al het antwoord. Ja, ik ben niet zeker. Het kan zijn dat ik een keer erover heb gehoord van mevrouw Chan Sifat, die een vorige generatie actief is in de natuur. Maar zelf heb ik... Ik weet het niet. Oké. Volgende vraag. Wat zijn volgens u resilience interventies die wij kunnen uitvoeren tegen de effecten van klimaatverandering? Resilience interventies. Ja. Een belangrijk ding is dat je zoveel mogelijk met de lokale mensen zelf bezig bent. Want uiteindelijk gaat iets pas goed werken als het gedragen wordt door de mensen die daar zijn. En het blijkt ook dat in sommige gebieden het ook rendabeler is om eigenlijk het beheer een beetje over te dragen. Dus we kennen decentralisatie. Als je het beheer van een gebied overdraagt aan een gemeenschap, maar ook ze de tools aanreikt, hun capaciteit, hun kennis verrijkt, dan kan het veel beter werken dan als er vanuit een centrum veel verder controle wordt uitgeoefend, wat vaak niet rendabel is. En wat ik eerder had aangegeven, de natuur zoveel mogelijk integreren waar dat kan, zodat je die voordelen van de natuur zoveel mogelijk behoudt. Het blijkt namelijk ook dat mensen in natuurrijke gebieden ook een hogere levensverwachting hebben dan mensen die in geïndustrialiseerde gebieden leven. Dus zoveel mogelijk de natuur integreren waar dat kan. Oké, okay. De volgende vraag is een beetje gerelateerd aan deze. En dat is wel dat als je kijkt naar het binnenland van Suriname, dan zie je dus volgens de vragensteller dat mensen binnen de grenzen van een rivier wonen en leven. En de vraag is het niet beter dat de dorpelingen instructies krijgen van dus de centrale overheid over het ideale woongebied voor onze tribale volkeren? En de vraag is natuurlijk wat ideale woongebieden zijn. Ja, dus wat ideale woongebieden zijn, daarvoor moet je kijken naar een aantal factoren. Dus een van de factoren is bijvoorbeeld in het kader van klimaatverandering is overstromingskans. Dus hoe groot
Plekken die minder kans hebben op overstromingen zijn dan beter. Maar ook toegankelijkheid is heel belangrijk. Dus je moet kijken naar je wegen, netwerk, eventueel rivieren. Die ook de toegankelijkheid kunnen verbeteren van een locatie. Dus, en je kan dus naar heel veel factoren kijken. En dat moet dan onderzocht worden. En dan zou je dus een kaart kunnen maken en dan de mensen kunnen wijzen. Hier is geschikter. Maar wat ook belangrijk is, dat die voorzieningen ook getroffen worden. Want de reden waarom tribale en inheemse volkeren vaak langs een rivier of een kreek wonen, is omdat ze bijvoorbeeld geen toegang hebben tot waterleiding. Dus ze zijn afhankelijk van de nabijheid van een rivier of een kreek voor hun watervoorziening. Dus dan moet er wel zo'n voorziening getroffen worden, bijvoorbeeld. Ja, ja. Oké, er is een vraag. Niet zozeer gericht aan Jamil. Misschien kan ik kort daarop ingaan. En het is een vraag over wat gebeurt er met eigenlijk de resultaten, de presentaties van deze Open Campus series. Ik heb al aangegeven dat uit de eerste Open Campus series er een publicatie is gekomen en een aantal policy rapporten. De policy rapporten zijn al een paar maanden geleden aan de toen nieuw aangetreden regering aangeboden. En dit boek, gebaseerd op die eerste Open Campus series, is dus een aangeboden vorige week, als ik me niet vergis, aan twee ministers. Dus de bedoeling is in elk geval dat er tastbare producten komen uit de Open Campus serie. Dus het is wel de bedoeling dat het ook in dit geval zal worden gedaan. Oké, een volgende vraag, een beetje gevoelig. Is het gegeven de huidige situatie raadzaam om olie op zee te exploiteren? Ja, dus ik heb daar wel een mening over, maar ja en nee. Dus persoonlijk zou ik zeggen, zoveel mogelijk investeren in vernieuwingen, want je merkt dat bijvoorbeeld in de westerse landen er ook steeds meer druk komt. Bijvoorbeeld als we kijken naar Nederland. Om die transitie te maken naar schonere alternatieven. En we zijn eigenlijk in een situatie waarbij het ongunstig kan zijn economisch. Om nu te veel daarmee bezig te zijn. Als bijvoorbeeld juist de olieprijzen in de komende tijd juist gaan droppen, omdat in de rest van de wereld ze stappen verder zijn als het gaat om schone energie. Dus okay. Het is een moeilijke situatie en sowieso voor het milieu en klimaatverandering ethisch gezien zou ik zeggen nee, maar er zijn al heel veel investeringen gepleegd, onderzoekingen gedaan, dus ik vind het is voor mij heel makkelijk om te zeggen nee, het moet niet, ze moeten het niet doen, maar dus, er kan veel meer bij kijken waardoor ik moeilijk zo'n sterke oordeel kan vast kan houden. Oké, ik kreeg weer iets over Surinames partij bij het actieplan. Dat voortvloeide uit Agenda 21. Dus dit is ter algemene informatie aan de participanten. Dus Suriname is partij bij het actieplan dat voortvloeide uit Agenda 21. Oké, je bent al korter op ingegaan, maar laat me toch de vraag stellen. Het huidige landgebruik in Suriname zal leiden tot nog grotere problemen, dat is duidelijk. En de vraag is, hoe kunnen wetenschappers bijdragen het tij te keren, los van informatieverschaffing? Ja, dus informatieverschaffing is sowieso iets wat we zoveel mogelijk doen. Ik heb pas gelezen over actionable knowledge, dus dat de kennis en de informatie die we eigenlijk produceren, zo bruikbaar mogelijk moet zijn, direct voor de samenleving en voor de situatie. Dus zo relevant en bruikbaar mogelijk. Dus dat is sowieso iets waar we naar kunnen kijken als wetenschappers. Maar daarnaast ook naar, dat is een discussie. Bijvoorbeeld, er zijn een aantal wetenschappers die zeggen, we kunnen niet passief blijven. Als we zien dat het zo misgaat, kunnen we niet passief blijven. We moeten ook eigenlijk activisten worden. Maar natuurlijk, in de wetenschap is dat moeilijk, want je probeert als wetenschapper altijd zo objectief en nuchter mogelijk te blijven en geen subjectieve oordelen of standpunten in te nemen. Dus dat is een beetje moeilijk. Dus dat
zou per wetenschapper zou dat moeten bepalen. Ja. Oké, okay, een andere opmerking, dat van agenda 21. Ik heb echt het, een beetje het idee dat we iets gemist hebben. Iemand maakt de opmerking dat, agenda 21 aan de basis ligt van de ontwikkeling van Millennium Development Goals. En intussen zijn die goals dus Sustainable Development Goals geworden. Ja? Ja, ja, dus ja, ja, ja. 1992 was kennelijk een stuk belangrijker. Oké, okay. Ja. Even een hele praktische vraag. Jamil heeft het gehad over een documentaire. Is de documentaire online? Kunnen mensen daar naar kijken? Ja, het is op de YouTube-kanaal van Instorten of Aanpassen. De documentaire heet Instorten of Aanpassen, een Surinaamse documentaire over klimaatverandering in Suriname. Dus als je googelt Instorten of Aanpassen, Surinaamse documentaire klimaatverandering, als je dat soort keywords, dan vind je het wel direct. Oké, okay, dus dat is duidelijk. Het is online te bezichtigen. Alright, een andere vraag. Zou de overheid geen positieve incentives kunnen geven voor bedrijven die groen in hun omgeving promoten? Ik kijk bijvoorbeeld naar een aantal hete parkeerplaatsen aan de Wanikastraat, waar zelfs kunstgras is geplaatst, enzovoorts, enzovoorts. Dus de positieve incentives door de overheid. Ja, dat soort beleid kan, als het draagt, dus als de politieke wil is, en hopelijk ze ook, dus ze moeten natuurlijk weten dat het, wat het voordeel is. En het groen, het naar groen en leefbaar Paramaribo project, die probeert waarschijnlijk dat ook zoveel mogelijk te realiseren, dat de overheid bewust is van de voordelen. En dan incentives om meer groen te hebben is zeker een instrument om dat te krijgen. Meer groen. Oké. Okay. Er is een vraag gesteld, maar ik denk dat dat misschien beter in de workshop tot discussie kan leiden over de relatie van belangen van politici met de goudsector, de mijnbouw. Ik denk dat die discussie dus morgen kan worden gevoerd. En vanavond, omdat er al zoveel vragen zijn, de volgende vraag. Gezien het feit dat Suriname ook te maken krijgt met klimaatverandering, zou het niet handig zijn om een campagne te starten om landelijk bomen te planten, om zo de natuur te helpen herstellen, zich te herstellen? Suriname heeft eigenlijk al veel bos, 93%. Het zou misschien iets minder zijn geworden. Maar in principe, je moet ook kijken naar het grotere plaatje. Je moet je energie en je resources moet je eigenlijk ook strategisch inzetten. Heel veel bomen planten in Suriname is misschien niet de enige. Is niet, misschien je zou je niet alleen daarop moeten focussen. Je moet echt kijken naar per situatie wat werkt het beste. En in de stad Paramaribo bijvoorbeeld zou het wel goed zijn om meer bomen te zijn. Bomen te hebben, ja, zodat we beter kunnen gedijen in de met de temperatuurstijging die we verwachten. Dus ja, specifiek per case moet je kijken. We zijn tegen het einde gekomen, we moeten afronden. Maar ik wil graag lezen wat een van de participanten heeft aangegeven, omdat het heel praktisch is. De persoon zegt, wetenschappers moeten een transitie maken naar 1. Informatieverschaffing die beter te begrijpen is voor het algemeen publiek. 2. Werkbare oplossingen aandragen op verschillende niveaus. En 3. Tot actie komen en dan tussen haakjes niet per se activistisch om nodige veranderingen in te zetten. Ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is eigenlijk van de avond. En ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het meedoen aan onze openingssessie. Ik wil Jamil Halo hartelijk danken als de eerste presentator bij onze tweede Open Campus serie. Ik wil iedereen nogmaals verwijzen naar de discussies die morgen kunnen worden gevoerd tijdens de workshop.
Ik wil mensen verwijzen naar de website waar de komende weken er steeds meer informatie zal komen. In huidige taal, dat er meer content komt over de komende presentaties. En ik wil iedereen hartelijk danken. Ik zie Jack Menk in het beeld. Zal Jack afsluiten of gaan we dus vanavond het hierbij laten? Nou, ik hoef niet af te sluiten. Ik kan alleen maar heel kort zeggen dat ik met heel veel interesse die sprankelende presentatie en ook de discussie met de participanten heb meegemaakt. En ik zou zeggen heel hartelijk bedankt, Jamil, maar ook de deelnemers. En het geeft aan dat dit toch wel met deze opening van Jamil en het onderwerp klimaatverandering, dat het toch wel heel duidelijk aansluit, niet alleen bij de actualiteit, maar ook bij eigenlijk de vele kritische participanten. En ik zou zeggen doe maar mee aan de workshop morgen. En nogmaals bedankt iedereen. Oké, dus nogmaals goedenavond en laten we voor de zoveelste keer herhalen dat er morgen tussen 10:30 en 11:30 een workshop is waar er veel ruimte is om heel intensief te praten over verschillende aspecten die vanavond aan bod zijn gekomen. En nogmaals, ik wil iedereen hartelijk danken, Jamil, en morgen om 10:00 de workshop. Goedenavond.